dan heb ik ja, deze namiddag al, ik wilde eigenlijk eerder mevrouw Demir, minister Demir, ondervragen over het stek. Ik heb dan maar Piet de Bruyne genomen. Mevrouw ik bedoel, Piet... U ging zich uit. Ik bedoel... Ja, eigenlijk. Zet maar even stil. Ik ben er, wat? Collega Sentiment, u had het wel aangekondigd dat u zei zo oud. Ja, voilà. Ik krijg er warm van, collega. Waar ben je erop, hè? Echt kieskeurig, hij zei toch niet de Sentiment. Het erge van de zaak is, mijn fractieleider is dat aan het volgen op zijn bureau. Dus. Oh. Oef. Ja, dit gezegd zijn. Oef. Ja, het loze vissertje. Nee, ik heb... collega... Ik heb collega De Bruyne niet genomen, maar wel. Maar wel ondervraagd, mevrouw de minister. Over het stikstofdossier. En ik heb ja, persoonlijk feest, zegt collega De Bruyne. Voilà, maar ik heb nog een keer geprobeerd. Bij minister Demir, die er niet was. Ja, maar ik kan er niet aan doen, zie ze daar zitten, zeg. Allee, serieus nu. Ik heb geprobeerd om u te ondervragen gisteren over... Wat, iedere keer dat ik naar haar kijk, ondervragen. Over het stikstofdossier. Ondervragen valt nog mee.